Mijn werken is tussenhangsel tussen performance, installatie en sculptuur. En het splitst zich op in verschillende categorieën. En het heeft te maken met beweging, beperking en verlenging. Zo heb ik dat zelf genoemd. In verband met het menselijk lijf. En het menselijk lijf staat niet centraal. Dat vind ik heel belangrijk. Het menselijk lijf staat niet centraal. Het is meer de relatie tussen brein, lijf en omgeving. En het lijf is voor mij de verlenging van het brein. En de omgeving is dan de beperking. Nou, en die hele wisselwerking tussen al die dingen, daar gaat het eigenlijk over. Zodra het dus niet een beperking of een toevoeging brengt aan het menselijk lijf, heeft het menselijk lijf geen nut binnen mijn werk. Dan worden het dus zelfstandige objecten. Dan heb ik van die shoulder pads van metaal. Daar overheen komt dan stof, dat het meer een soort van fashion ding wordt. Echt, ik doe dit altijd, want dat is letterlijk de gevoel wat je krijgt als je dat ding aan hebt. En dat brengt het weer tot aan een één object, zelfstandig object, wat op zichzelf kan staan en niet meer per se in relatie met het lijf. En in die zin heeft hij het lijf dus niet meer nodig, dus hij staat nu op de grond en hij wordt zelfstandig. Dus dat zijn verschillende aspecten van wat ik doe.